In één keer hoor ik een rotte klap. En ik draai me om en ja, het enige wat ik nog zag is dat er twee auto's naar binnen reden. Ja, ik schrok raak wel van, want dat was echt een flinke klap. Want er waren drie betonnen palen mee uitgereden. Dus dat kan wel een harde klap geweest. Dus. Hoewel de politie steeds meer uitgaat van een ongeval, twijfelt Charles daaraan. Volgens hem reed de Saab meer dan 100 km per uur. Ja, ik vermoed dat het een opzet is geweest, want er stond al een aardig file voor de pont. En ja, alleen op de uitvoerstrook, dat was een rijbaan natuurlijk, dus dan moet hij daar op gas gegeven hebben.